burgemeester van? Schouwen-Duiveland. Schouwen-Duiveland. U bent hier ook al voor de vierde keer? Nee, ik ben sinds kort pas burgemeester van Schouwen-Duiveland. En natuurlijk ontzettend de eer om vandaag hier te gast te zijn bij dit fantastische concert. En gaat u nog een rol vervullen vandaag? Nee, ik ga geen rol vervullen. Ik vervul eigenlijk wel een rol omdat ik hier aanwezig ben en hoop dat alles goed gaat. Want wanneer het niet goed gaat, dan moet je er ook als burgemeester staan. Maar dit gaat fantastisch goed. Het is zo'n geweldige sfeer. Als je daar rondloopt tussen de mensen, iedereen is aan het genieten. De ondergaande zon. Wat willen we nog meer? Ja, fantastisch. Dit moet ook wel een geweldige promotie zijn voor Zeeland. Dit is een prachtige promotie voor Zeeland. Schouwen-Duiveland hier is de poort van Zeeland. Dus de mensen komen hier binnen op dit fantastische eiland en deze fantastische gemeente. Ja, het kan niet beter. En heeft u nog een favoriet onder de artiesten? Morgen, Bluff en Marco Borsato vanavond ook. Ik ben ook zeer benieuwd naar zijn optreden. Dat doet hij niet vaak. Hij treedt niet zo vaak op festivals. Daarom is het eigenlijk wat dat betreft ook uniek. Dus ik ga vanavond ook genieten. En ik heb gelezen dat u uw eigen kaartjes heeft gekocht. Dat heeft u goed gelezen, dat klopt. Ja? Ja, dat klopt. Waarom vindt u dat belangrijk om op die manier te genieten? Nou, ik vind dat als je hier naartoe gaat, dan moet je ook gewoon je kaarten kopen. En dat heb ik ook voor mijn vrouw en kinderen gedaan. Dus die zijn vol enthousiasme hier aan het kijken. En ik hoor ze al gillen. Ja, en gaat u straks ook nog tussen het publiek staan om het te zien? Ik heb daar straks al tussen het publiek gestaan, vooraan, rondgelopen. Even naar het ontvangen bij Bluff. En nu ben ik even hier met de minister samen om haar even te begeleiden. En te kijken naar de mooie plekken hier die hier zijn. En dan ga ik straks weer rond het publiek. Dus van u mag concertatie nog jaren doorgaan? Concertatie mag voor mij nog jaren doorgaan. En ik denk dat we steeds creatiever moeten zijn om misschien ook naar nieuwe initiatieven te kijken. Want ik denk dat er wel mogelijkheden zijn. Wat voor initiatieven bedoelt u? Oh, ik bedoel helemaal niks. Maar dat doe ik altijd bij een evaluatie. Ik van, zou dit ook misschien nog kunnen? Maar ik denk dat al deze mensen hier heel creatief zijn. Ik denk dat we moeten proberen voor het publiek altijd iets te blijven brengen. Enthousiast te zijn en te zorgen dat dit blijft bestaan. Vastpunt voor Zeeland, vastpunt voor tussen op de Brouwersdam, tussen Goede Reden en gemeente Schouwen-Duiveland. En gemeente Goede Reden en Schouwen-Duiveland werken wat dat betreft ook heel goed samen. Nou, precies. En ik heb aan iedereen gevraagd, inclusief de artiesten, wat is voor u het ultieme zomergevoel? Concertatie. Ja, hartstikke mooi. Dank u wel. Nog veel plezier vanavond. Dank u wel en succes. Dank u wel.